En wat verwacht je vandaag? Ik verwacht veel volk die hun eten komt halen. Maar dat is dankzij vele vrijwilligers dat we de lunchpakketten zo vlug hebben kunnen klaarmaken. Met dank aan de Club van de 50-plussers. Dat kan je maar mensen die zich inzetten, gemotiveerd zijn en vanuit de motivatie met voldoende concentratie aan de slag gaan. En ik moet zeggen, als ik het globaal beeldje bekijk, dan kan ik alleen maar een blij mens zijn. Ik denk dat iedereen zich goed van zijn taak heeft bekweten. Het ziet er goed uit vandaag. Wel, de zon begint er door te komen en ze begint te winnen van het wolkendek. Dus het ziet er nog goed uit dat we vertrekken. Hè? Dat we in de zon mogen vertrekken. Dat het een beetje anders is dan de laatste keer dat we hier waren. Dus, maar het gaat nog in richting op, denk ik. Een topdag voor tienen, heel veel volk, heel veel ambiance in onze stad. Het is ongelooflijk, een wielerwedstrijd van topformaat, de Belgische Ronde van België, de Belgische van Waastour. Ongelooflijk, ik verwacht dat er nu nog veel meer volk zal zijn. Prachtige zomerse dag, hè. Zo moet dat. Wat vind jij ervan en wat verwacht je? Ik kom speciaal kijken voor Wout van Aert eigenlijk, maar ik hoop dat de tienenaar een fantastische dag beleeft. Het is zonnig, het is mooi weer voorspeld en ze gaan hier wel even blijven hangen. Ik denk dat ze een toertje doen van 30 kilometer en dan eens terugkomen. Dus het volk krijgt denk ik heel veel te zien vandaag en dat doet ons plezier. Een echte hoogdag in onze stad. Een sportieve hoogdag. Een sportieve hoogdag. Ja. Goed. Heel goed. En wat verwacht je? Ik had iets anders verwacht van vanavond. Dat is mijn man en hem is die. De ploeg is die zelf. Rijd je ook mee met de Tour? Ja. Ja hoor, dit jaar hebben wij moeten passen omdat we andere verplichtingen hadden. Maar normaal zijn we wel betrokken met de Tour, omdat we eigenlijk rijden voor Wim Reules, voor de juwelier in Woutersem. Dus wij rijden nog wel rode vlag of groene vlag. We vinden dat super leuk, natuurlijk. Allemaal enthousiaste mensen. Wij genieten ervan. En we zijn vandaag echt wel met belangstellende blik aan het uitkijken naar wat de renners ons nog gaan voorschotelen qua spankracht en qua wedstrijdverloop, want het kan in het algemene klassement nog heel veel kanten uit met de piepjonge Fransman Rémi Cavagna op dit ogenblik in de rode Lotto-leiderstrui en dat is met amper 1 secondje voorsprong in het algemene klassement op de West-Vlaming Jens Keukeleire. Op 5 seconden slechts volgde Tony Martin in het verleden al tot 3 maal toe eindlaureaat van deze Bolwaze Belgian Tours. In die top 5 ook nog Philippe Gilbert op amper 14 seconden. Julien Vermoten als 5e op 34 seconden. Ook de ritwinnaar van gisteren, Maurits Lammertink, nog niet helemaal uitgeteld. Met ook hij amper 34 seconden achterstand op de huidige leider in die klassering. De piepjonge Fransman Rémi Cavagna. Met andere woorden, de rit richting Tongeren, die straks hier vanaf de Martintine om 12:30 van start zal gaan, die belooft nog heel wat in petto te hebben. En die gaan we natuurlijk op de voet volgen. En dat kan u ook doen straks. De aankomst, zoals u weet, is in Tongeren gelegen in de Ambiorix-stad. Daar gaan de renners nog 3 plaatselijke ronden afwerken. Ze zijn er na 104 kilometer wedstrijd. En de rit van vandaag heeft een lengte van 169 kilometer in totaal. Dus als u mee afzakt straks naar Tongeren, dan gaat u daar niks moeten missen van het slotverloop van deze toch wel schitterende Bolwaze Belgian Tour 2017. We zagen Pieter in het begin van deze rittenkoers nog meesprinten voor de bonificatieseconde. Toen had hij nog heel veel hoop op een goed eindklassement. Toen hoopte hij ook nog een heel goede tijdrit af te leveren. En Pieter mag nu vertellen wat het geworden is met bijvoorbeeld die tijdrit van eergisteren. Niet zo goed eigenlijk.
Ik zat een beetje verkrampt op de fiets en ja, kon eigenlijk niet echt de been niet echt verzuren, omdat ik eigenlijk, ja, ik had ook een blokkage dan s'avonds. Maar ja, moet ik je werk maken van mijn positie, denk ik. Jij kan vandaag wel werk maken van een gooi te gaan doen naar de etappe zegen. Wel, ik denk met Kenny de Haas in de ploeg, hij reed toch echt goed. Dat wel mogelijk is vandaag. Ja. Een applausje voor Pieter van Spijbroek als eerste renner getekend voor de ploeg Wanty Groep Gobert. Succes, Pieter! Kenneth, het was gisteren een serieus lastig ritje. Ja, dat klopt. Dus gisteren had hij dan ook van de ploeg opdracht gekregen dat ik moest rijden voor ons klassementsmannen. Dus ik kon gisteren mijn trui ook niet verdedigen. Dus, maar nu vandaag ga ik ze proberen niet af te geven. Hoe heb je dat beleefd, die warmte, al die hellingen? Was je echt helemaal knock-out aan de streep of had je nog wat over? Veel over had ik toch niet. Dus, ik heb ook een keer in het begin in een vallei op kop moeten rijden. Dus, toen voelde ik toch wel de twee dagen dat ik een aanval gereden had. En dan denk ik de eerste extreme warmte dat iedereen ook wel partij gespeeld heeft. Dus dat was zeker wel een zware dag. Hoe schat je de lastigheidsgraad van deze laatste rit in? Mag ook deze etappe niet worden onderschat of hoe kijk jij daar tegenaan? Maar ik denk dat elke koers gewoon niet mag onderschat worden, maar iedereen heeft gisteren wel afgezien, dus het gaat voor iedereen wel hetzelfde zijn. Okay. Veel succes, probeer die trui zeker en vast te veroveren. Kenneth van Bilze loopt nog niet te ver weg, Kenneth, want er zou nog een cadeau aankomen. Cadeau ook voor de man, op dit moment leider in het Bavaanse puntenklassement. Ook hij staat op het podium ondertussen. Applausje voor Tony Martin, dames en heren. Drievoudig ex-eindtoriaat van de Belwaze Belgian Tours. Ook hij zal namens de Statine een cadeau in ontvangst nemen. Beide heren zijn bij deze uitgenodigd om de cadeauën te overhandigen aan respectievelijk de leider in het Primus Haagse-Tijdensklassement en anderzijds aan de leider in het Belwaze Puntenklassement op het podium. Zij aan zij, Kenneth van Bilze, Tony Martin. Geef ze nogmaals een warm aanmoedigingsapplausje mee voor de rit van straks. Jullie hebben inderdaad een hart voor de wielersport, hart voor de koers. Het is niet de eerste keer, zoals u zei, dat jullie een grote etappewedstrijd over de vloer krijgen. Dit leeft blijkbaar wel onder de tienenaars, hè? Inderdaad. Je ziet dat. Mensen hebben daar interesse voor. En ik denk dat dat heel goed is voor onze stad, voor het imago van onze stad, dat er dergelijke grote ronde in onze stad start. En ik zie ook, en dan wil ik toch wel uitdrukkelijk de mensen bedanken die er vandaag voor gezorgd hebben dat alles mooi verloopt. Dat is bijvoorbeeld Freddy Bolmans hier naast mij. Met zijn team van mensen, van vrijwilligers, vanuit de 50 Plus Sportclub, vanuit het wielercomité, die ervoor gezorgd hebben dat dit allemaal op wieltjes loopt, letterlijk en figuurlijk. En ik zou dan toch ook wel vanuit het publiek een daverend applaus willen voor Freddy en zijn team die dit allemaal geregeld hebben. Voilà. Dikke pluim op de hoed. En dit applaus bestemd voor inderdaad iedereen die op gelijk welke wijze heeft bijgedragen tot de realisatie van het startgebeuren van deze rit in de Belwaze Belgian Tour. Ik ben heel fier dat de Belwaze Tour in Tiene vertrekt vandaag, naar Tongeren. Tiene en Tongeren zijn Antwerp-Romeinse steden. Het zal een heel mooie rit worden, denk ik. Bent u zelf een heel grote wielerliefhebster? Eigenlijk helemaal niet, nee. Maar ik kan... Want de liefde kan nog groeien na vandaag, hè? Absoluut, als ik die renners hier zo zie, kan ik er wel even naar kijken, ja. Voilà, u gaat dus nog even genieten van het stadsspectakel. Zeker weten. Hopelijk alle tienenaars samen met mij. Hè. Na 19 kilometer zijn ze terug. Hè. Dus straks na de start nog niet meteen weglopen. Want we zien de koers na een half uurtje terug met onze burgemeester. Die haar liefde gaat zien groeien vandaag voor de wielersport. Mevrouw Partika. Een applausje voor haar, dames en heren. Renners op het podium met Brian van Goedem. De man met misschien wel het grootste aanvallershart uit het peloton. Dat gaat hij laten spreken terug, dat aanvalstemperament in de rit naar Tongeren. Koen Vermeldvoort is er, we hebben Taco van der Hoorn op het podium. En ook mee aanschuiven doet Martijn Tussveld. Allemaal jongens uit de ploeg Rompot, de Nederlandse loterij. De ploeg van sportdirecteur Michel Cornelissen, die al een heel aanvallende Belwaze Belgian Tour tot nu toe hebben afgewerkt. Geen enkele ontsnapping gemist. En wees maar zeker dat ze dat ook vandaag niet van plan zijn. Mochten zich straks vroeg in de etappe terug een kopgroep gaan vormen, dan gaat u daar hoogstwaarschijnlijk wel terug de oranje, zwart-witte kleuren in aantreffen van deze ploeg, de ploeg Rompot. Nederlandse loterij. Ook Oscar Riesebeek gaat tekenen voor deze ploeg. En ook Oscar wensen we met een applausje veel succes. Oscar Riesebeek.
De Noord-Troels Corset is in aantocht. Ploegmakker van onze landgenoot Laurens de Vreese bij de ploeg Astana. Kijk eens hier, dames en heren. Die heeft er absoluut nog zin in. Als hij zo naar Tongeren moet, gaat hij wel even onderweg zijn, denk ik. Dit ga ik dus absoluut niet proberen te imiteren. Maar denk dat dit een unicum is. Troels Corset, wie weet wat voor kunstjes hij straks nog op de fiets voor ons in petto heeft in de rit naar Tongeren. Wel dan, Troels. Wat een acrobaat. Applaus voor hem. Troels Corset. Kan even goed nog naar de Olympische Spelen als gymnast. Daar is de Belgische brigade, daar is de ploeg van bondscoach Kevin De Weert. En die hebben vandaag heel wat op het spel staan. Want ze hebben met Sven Keukeleire de nummer 2 in hun rangen van het algemene klassement. Dus de Belgische driekleur zal misschien wel straks schitteren in Tongeren. Mocht het lukken om Sven Keukeleire de eindzege te laten pakken in deze Bolwaanse Belgian Tour. Verwelkom ze met een fantastisch applaus, de jongens van Team Belgium. Met Maarten Wijnands, met een stralende Oliver Naassen. Het is Jens Keukeleire uiteraard, het is de man die op het podium komt met Jan Bakelands, met de andere jongens, met Tom van Asbroek, die we gisteren ook nog heel lang op de eerste rijen in de Ardennen naar boven zagen klauteren. Dat zijn de mannen die hier op dit ogenblik op dit podium hun opwachting hebben gemaakt. En die hard gaan klokken om een van de helden van de dag van gisteren naar misschien wel een eindzege te loodsen. En het zou heel mooi zijn, na een knap voorjaar, mocht het vandaag opnieuw lukken, hè, voor deze man. De ploeg is er denk ik wel alleszins helemaal klaar voor. Hè. Ja, zeker. Ik denk dat we heel de week al getoond hebben dat we hier niet gewoon zijn om mee te rijden, maar om prijzen te pakken. En, kijk, we zijn er heel dichtbij nu. We gaan er zeker alles aan doen om op hoogste savotje te staan vanavond. Jij weet dat bijvoorbeeld die gouden kilometer straks van levensgroot belang zou kunnen zijn. Hè? Na hoeveel kilometer ligt die? 27 kilometer van de meet ligt die. Ah, voilà. Dus jij hebt toch het roadbook al heel goed bestudeerd en bekeken. Ja. Voilà, belangrijk, want het kan een secondenspel worden, want het is heel close het verschil nu bovenaan in de top 5. Hè? Ja, dat is mooi, hè? De laatste dag. Ik denk dat voor iedereen leuk is om naar de koers te kijken. En zoals ik zei, we gaan proberen om er alles aan te doen. Voilà. We gaan dat met heel veel plezier volgen. Hier staan ze mooi op een rijtje, dames en heren. Een ongemeen groot applaus voor een belangrijke dag voor deze man op het podium. Applaus voor de renners van Team Belgium. Succes, jongens. We zijn op iets meer dan een kwartiertje voor de officieuze start. U weet dat die om 12:30 gaat gegeven worden. Daaronder de startboog van deze slotetappe van de Bolwaanse Belgian Tour 2017. Ik begroet Ludwig de Winter en zijn ploeggenoten van de ploeg Hollandie-Bruxelles. Veland Classic Aquality Protect. Heel wat renners die zich ondertussen al verplaatsen naar de startzone, de startlocatie. Daaronder de boog. Daar is het verzamelen geplaatst voor de renners. Daar gaan de renners straks om 12:30 officieus van start. De officiële start wordt iets verderop gegeven bij het buitenrijden van de statine. En dan weten we wel dat ze na 19 kilometer koers terug de Marktentine gaan bereiken voor een passage hier in het centrum. Dus na een half uurtje koers, rond de klok van 1 uur, gaat u de renners. Laatste minuut is aangebroken voor de start. Wij rekenen zometeen op uw enthousiasme, beste mensen. Op uw vocale ondersteuning. Om de renners met applaus op pad te sturen voor deze laatste rit. Maar kun je minuut dan voor het depart? Less than 1 minute before the start. Ja.
zo meteen de laatste 10 seconden samen met u allen mee aftellen. En daar zijn we stilaan, maar zeker aan toe. Hou u klaar, hier komen ze. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, en met uw applaus, dames en heren. En dat ze het renners zijn dank aanvaarden. Wensen we hen het allerbeste toe voor de laatste competitiedag in de Valdaanse Belgium Tour 2017. Voor Charles, voor Toen Nico Haag. Good luck for all the riders. Succes jongens. Op weg richting Tongeren. Maak er een spektakel etappe van. Met de huidige stand zijn we wellicht op pad voor een ongemeen spannend slot van deze Valdaanse Belgium Tour. 153 renners zijn op pad en we zien ze binnen een half uurtje straks terug voor hun passage terug hier in de stad Tiene. Dus blijf nog even hangen, blijf nog even bij ons. Absoluut. Het was veel volk, het was een fijne sfeer, een mooi weer. Ik denk dat de mensen wel genoten hebben van het evenement. Het was een goede presentatie ook. We hebben heel wat toprenners gezien.
die helaas ondertussen alweer vertrokken zijn. De passage was zeer kort. De presentatie op het podium was mooi, gestructureerd, heel veel volk gezien. Alleen jammer dat het opnieuw gedaan is, dat ze richting Tongeren vertrokken zijn. Maar ik denk dat het volk zich geamuseerd heeft en daarvoor hebben we het als Tine mee ondersteund. Dus we zijn zeer blij met de organisatie en we hopen hun terug te mogen ontvangen, misschien volgend jaar. Inderdaad, het is voor herhaling vatbaar. Ja.